en ministerie van Volksgezondheid en haar partners zijn continu bezig met het bijstellen van de strategie om mensen bewust te maken over HIV-screening en testen. Dit haalde minister Amara Madin afgelopen dinsdag aan in de Nationale Assemblée. De minister zegt dat de stijging van de HIV-gevallen in de afgelopen periode vooral te merken is onder personen tussen 15 en 49 jaar. Personen die besmet zijn met HIV en daar geen weet van dragen, zijn de targetgroep van het ministerie bij deze strategie van bewustwording. En daar zal ook gerichte interventie op moeten komen. Het hebben van genoeg testkits en medicatie zijn randvoorwaarden om de stijging van het aantal HIV-infecties terug te dringen. Treatment in dit geval is prevention. Het beleid is vooral gericht om ervoor zorg te dragen dat we een continuïteit hebben van voorlichting, medicatie en testkits. Via Stichting Lobby loopt er ook een pilotproject PrEP, dat is pre-exposure prophylaxe voor risicogroepen. En na evaluatie ligt het in de lijn der verwachting om dit initiatief te continueren. De minister reageerde op de vragen van ABO-parlementariër Obed Kanapé en VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel over de stijging van HIV-besmettingen in het land. Sinds het afgelopen jaar is het bekend dat de HIV-gevallen in Suriname weer aan het toenemen zijn.